Ik ben Mirjam van Manen, onderzoekster in het Erasmus MC. En ik wil met een internettool de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven verbeteren bij patiënten met idiopathische longfibrose. Idiopathische longfibrose, oftewel IPF, is een dodelijke ziekte waarbij het littekenweefsel ontstaat in de longen. De longinhoud wordt daardoor kleiner en de zuurstofopname minder. Dit proces is niet te stoppen. Patiënten met IPF krijgen het steeds benauwder, kunnen steeds minder en moeten uiteindelijk aan zuurstof. Voor IPF-patiënten is een bezoek aan het ziekenhuis daardoor een hele opgave. Het zou dus veel makkelijker zijn als we de spreekkamer naar de huiskamer konden verplaatsen. Vandaar dat wij een internettool hebben ontwikkeld waarbij de patiënt thuis samen met de dokter zijn medische situatie in de gaten kan houden. Deze tool heet IPF Online. IPF Online is een beveiligde site waarop informatie staat over de ziekte. Patiënten kunnen daarnaast op een persoonlijke pagina vragenlijsten invullen, medicatie bijhouden, maar ook hun longfunctietesten inzien en direct contact hebben met de longarts via een e-consult. We hebben een groep patiënten gevraagd om IPF Online te testen. Ik vind IPF Online een hele toegankelijke website. Bij de opening zie je precies overal waar je moet zijn, want hij heeft meerdere opties. Wat ik zelf erg fijn vind, is dat je ermee kan communiceren met het ziekenhuis. Dus je kan bijvoorbeeld een consult aanvragen. En je kan, maar wat ik ook fijn vind, is je kan informatie verzamelen. Je kan je medicijngebruik erop bijhouden. En je kan ook een aantal longfuncties erop bijhouden. Dat bij elkaar maakt het voor mij een hele fijne website. In de toekomst willen we het voor de patiënt mogelijk maken om zelf thuis longfunctie te meten en via een e-consult contact te hebben met de dokter, zonder dat de patiënt daarvoor onnodig naar het ziekenhuis hoeft te komen. Wij hebben met ons onderzoeksteam nog ontzettend veel ideeën voor deze internettool. Wil jij meer weten over de mogelijkheden van IPF Online? Kom dan naar de Longdagen en stem op Mirjam van Manen.